Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 19 januari. Verander je manier van denken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 12, vers 2. Laat God u als mensen hervormen door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Heb je ooit van de uitspraak gehoord: het verstand is een verschrikkelijk ding om te verspillen? Ons verstand heeft zoveel capaciteit voor het goede om te leren, te creëren, om te denken en om te groeien, en het is tragisch als we deze niet volledig benutten. Er was een periode in mijn leven waarin ik toestond dat er veel beschadigende gedachten mijn geest binnenkwamen. Negatieve, kwellende, schuldige, niet vergevende, beschamende en beschuldigende gedachten. Het probleem was dat ik geen idee had hoe ik mijn gedachten kon beheersen en kon kiezen op welke gedachten ik mij richtte of waarin ik geloofde. Ik wist niet dat wanneer ik aan iets dacht wat niet waar was, ik de kracht had om dit te stoppen. Niemand had mij ooit verteld dat ik mijn gedachten kan kiezen en dat ik doelbewust aan dingen kan denken. Heeft iemand dat aan jou verteld? Als dit niet zo is, dan ben ik het vandaag om je te vertellen dat je je niet hoeft te laten beheersen door je gedachten. Je hebt de keuze om je te richten op Gods gedachten. In Romeinen 12, vers 2 staat: laat God je hervormen, transformeren door de vernieuwing van je denken. God wil je helpen om de strijd in je denken te winnen. Maar hoe ziet dit er op praktisch gebied uit? Wat mij heel vaak geholpen heeft en waarvan ik weet dat het ook jou zal helpen, is het volgende. De eerstvolgende keer dat je met je verstand aan het worstelen bent, wil ik dat je daarmee stopt en aan iets gaat denken waar je God voor kan danken. Vertel hem hoe dankbaar je bent voor zijn goedheid en voor al zijn rijke zegeningen. Als je ijverig bent om dit te doen, dan zul je zien hoe je leven begint te veranderen en dingen zullen beter en beter worden. Het is mijn hoop en gebed dat jij de kracht die God je heeft gegeven zult kennen en dat je iedere dag in gedachten in de volheid van zijn liefde voor jou zult wandelen. Als je wilt, bid dan met me mee. God, ik wil uw kracht in mijn gedachtenwereld ervaren. Ik kies ervoor om mij te richten op uw goedheid en uw liefde voor mij. Ongeacht welke negatieve gedachten op mij afkomen, ik weet dat u zoveel groter en beter bent. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.